Nou, goedemorgen lieve mensen. Nou, het is eigenlijk middag, hè? Het is volgens mij 14:15 of zo. We hebben echt lang geslapen, want het is toch best wel. We hebben twee vermoeiende dagen achter de rug. Duiken, de bootrit en naar een stad geweest. En we merkten dat dat toch wel met die hitte. Loop je naar het schudden? Mis ik iets? Ja, jij mist wat, ja. Ben je al klaar dan? Want ja. Wat gaan we doen? Wij gaan, had ik besloten, niet op het strand liggen. Dat doen we morgen wel voor de laatste keer. Ik ben op ruim genoeg. Ja, jij kan dan wel wat kleur gebruiken. Hè, schat? Bleek weer naar huis. Ja. Nou, dan komt dat je de hele dag onder zijn parasol ligt. Maar goed. Lekker hoor. Ja, dat is ook beter. Even mijn haar goed doen. Nee, wij gaan naar het restaurantje. Mar de Sol. Ja. Waar ik die overheerlijke tonijn heb gegeten. Ja. En mijn schatje die super lekkere sorbet. Dus we gaan om twee uur, het zal iets later zijn, zitten we weer aan de fles rosé. Want ik ga echt aan de rosé. Maar we gaan verder, we gaan er helemaal op de fiets naartoe. Dus we gaan niks lopen of wat dan ook. Dus lekker even... Even eruit. En we gaan nu warm eten en vanavond een salade of zo. zei ze. Ja. Nee, want ik zeg, als we dat laten eten, dat zwelt mezelf, dat zwelt mij op. Ja, dat is het. Ja. Dat zwelt mij op. Ja. Ik ben in omvang toegenomen. Ja. Ik wou dat er net als aan je duikvest zo'n knopje zat, dat het lucht eruit ging. Maar goed. Het is geen lucht, hè? Vet op slag, nee. Nou, tot later maar weer. We houden jullie op de hoogte. En ik ga zo fietsen in mijn jurk. Nou, let op. Ik ben benieuwd. Ik zal er wel even... Ik moet hem denk ik een beetje opknopen. Anders wordt het niks. Ik denk het ook. Op een mountainbike. Wil je mijn helm op, of niet? Nee, joh. Doe me maar op. Ze gaf hem maar wel aan de kant. Nou, tot later. Doei. Nou, we zijn aangekomen op de plaats van bestemming. 10 kilometer, hè, was het? Ja, nou, echt hoor. Ik ben nog net niet dood. Kom je hier aan? Nee, even serieus. Hebben ze gewoon geen tafeltje vrij. Helemaal. En dan maar de Sal gefietst. Het zit echt helemaal vol. Het is gewoon een redelijk populair tentje. Maar nu heeft mijn schatje toch geregeld. Hij dacht, ja, anders. Gaat mevrouw dood, dacht hij. Ja, of ik. Of jij, ja, inderdaad. Met gevaar voor eigen leven. Nou zitten we aan zo'n soort bartafeltje. Kijk. Een vat. Met twee barkrukken. Ik dacht, nou kan me niet schelen waar ik zit. Ik wil gewoon die gegrilde tonijn. Kijk. Rosé staat al klaar. Maar ze kwam maar met één glas. Ik denk zeker niet dat ik die hele fles in mijn eentje opdrink. Ja, kan het wel, maar... ik weet niet... Pak je wel. Hè? Dan lig ik hier straks op de grond. Dus mijn schatje krijgt ook nog een glas. De loterij komt voorbij. Nou, we gaan even lekker genieten. En ik blijf even een poosje staan, want er moet even wat wind door mijn jurk waaien. Want ik lek aan alle kanten. Heerlijk. Ja, jij ook. Ja. Nou, we gaan kijken hoe het regent op het tafeltje. We hebben gewoon een paar mensen weggejaagd hier. Nou, dat is geen probleem voor ons. En nog 5 à 10 minuten. En dan krijgen we een tafel. Dus het meisje in de bediening spreekt alleen maar Spaans. Nou, dat is wel grappig om te zien. Want ze kijken altijd mij aan. Dan gaan ze in het Spaans iets vertellen en dan kijken ze naar mij. Ze denken dat ik vloeiend Spaans spreek. Ja, hè? Dat denk ik ook. Ja, dat spreek ik ook. Ik denk dat ze ons liever niet hier pal voor de ingang hebben. Oh. Komt er geen mens meer? Nee, helemaal niet. Nee, want het oude, wat ik zei vorige keer, die ober die een beetje chagrijnig was, die herkende ons nog wel. We hebben een hele goede indruk achtergelaten. Dat begrijpen jullie zeker wel. Nou, wordt vervolgd. Tot later. Nou, we zitten aan een tafeltje, hè, schat?
gaat de goede kant op. We hebben salade gekregen. Ja, was eigenlijk bedoeld voor bij het eten, hadden we bedacht. Maar dat heeft ze niet helemaal goed begrepen. Maakt niet uit. Natuurdingetje. Maar ik was van tevoren even lekker salade. En zo waar, joh, de ogen van, die denkt dat trouwens dat de Duitsers zijn. Want hij zei toen hij eraan kwam lopen, goeden tag. Dus dat is nog even een verbeterpuntje. Gaan we zo nog. Even een goede dag blijven. Ja, dus dat gaan we nog even. Dat brengen hem wel bij voordat we hier weg zijn. Maar de fles rosé die. Verdampt? Die verdampt te plekken. Kijk, maar de kurk kan er ook niet op. Nee. Is het verdampt? Ja, het is echt wel bijna leeg, hè? Echt, heb jij het gemerkt? Ik niet in ieder geval. Nee. Nou, we spreken jullie later weer, hoor. Het gaat helemaal goed komen. Wat een leven. Oh. Oké, schat, wat ben je aan het eten? Calamaren. Nou, ik ben benieuwd. Ga eens even proeven voor het eerst dat je dit eet. Lijkt me namelijk niks. En? Nou, wat een blij gezicht. Oh, wat een blij gezicht. Ik zie zo'n blij gezicht. Misschien kan je het een beetje wegspoelen met de rosé. Zeg maar een fietsband met loslopen. Nee, is het lekker of... Ja, is wel lekker. Ja? Kijk. Kijk, daar zie je echt dat het inktvis is. Die? Dat kan je toch niet eten, of wel? Ja, oh, nou. Oh, kijk. Nou, ik nee hoor. Ik hou het lekker bij mijn... Ik hou het lekker bij mijn tonijn. Nou, dag allemaal. Daar ben ik weer. Ik heb mijn toetje besteld. Ja, mijn schat heeft niks gekregen. Ik zeg, nou, de rosé heeft totaal geen uitwerking meer. Dus we moeten ook op wat sterks. Dus ik heb iets met Baileys besteld. Kijk, hier staat het. Lijkt me heerlijk. En nou heeft mijn schatje ook een lepeltje gekregen. Denk je dat ik ga delen? Of niet? Dat denk ik niet. De ober. Ik heb echt punten gescoord hoor, bij die ober. Want die komt mij alleen nog maar lachend. Komt hij aan onze tafel. En bij alles wat ik bestel zegt hij muy bien. Ik zeg nou volgens mij vindt hij mij muy bien. Toch schat? Denk je niet? Ja. Maar hij ziet er ook fantastisch uit. Ja, mijn schat denkt ook dat hij mij muy bien vindt. Dus bij alles wat ik bestel... Ja, jij denkt dat hetzelfde antwoord. Want vorige keer zei hij dat ook van de cheesecake. En toen deed hij ook zijn duim omhoog. Maar ik ga het even proberen. Ik hoop dat ik zo nog terug ga fietsen. Oh, en anders los jij het op. Toch? Echt? Ik duik je al op tussen de familie. Nou, daarom zijn we getrouwd. Oh. Dan heb je iemand om op terug te vallen. En die flamingo 5 om is niet zo vallen. Nou, tot laatst. Ik ga het even proeven. Nou, beste mensen, het zit weer op. Het eten, drinken. Eten en drinken. En nog een keer drinken. Schatje gaat fietsen even ontdoen van alle sloten. Ik kan niet eens met hem al praten, jawel hoor. Nee, en dan gaan we heerlijk dat pokken eind weer terug fietsen. Oh, wat heb ik daar een zin in. Jij ook? Ja, lekker. Wind in de rug. De warmte, de grootste hitte hebben we nou al gehad? Nou, helemaal niet. Nee hoor. Nee, nou ja. Mijn schat zegt dat we de wind mee hebben. Maar goed, het is 10 kilometer. Nou, tegen die tijd dat we bij het appartement zijn, ben ik weer echt helemaal ontnuchterd. Nou, niet dat ik echt dronken ben nu hoor. Het valt reuze mee. Vorige keer was het erger. Het is, je raakt eraan gewend, hè? Na 2 weken Spanje. Als je dan elke dag een fles leeg drinkt, nou, dan aan het einde van de vakantie, dan doet dat gewoon helemaal niks meer. Ja? Weet je wat het is? Ik vind het niet erg om 10 kilometer te fietsen, maar op zo'n fiets, even serieus. Dat zadel, je hangt voorover. Het is gewoon echt helemaal niks. Maar ja, het moet, hè schat? Ja. Want niemand die mij ophaalt. Nee. Nee, zei hij. Blij en leuk en trots. Ik zou het niet ontkennen. Daar is de zee. Maar we zien geen zee vandaag. Morgen weer. Dat
gaat niet gebeuren, hè? Dat we nog naar zee gaan. Nee, ik heb ook geen zin in. Nog naar zee. Ik ga lekker op het balkon een boek lezen. Ja, oh ja. Nou, tot later. Nou, dag allemaal. Daar ben ik weer. Het is zaterdag. En echt, we hebben hele hoge golven. Voor Spaanse begrippen. Tenminste, dat hebben we hier nog niet gehad. Dus als je... Ik was net even met onze leuke donut erin. En nou, dan krijg je toch een soort... word je een beetje omgeslagen. Als je een goede hoge golf treft. Ja, het is superleuk natuurlijk. Een beetje wilde zee. Kijk, ja, het is echt leuk. Doet toch wel wat hoor, een beetje golven. Vind ik. Maakt het wel, maar dat drijft ook van alles. Al het zeewier en zo, dat drijft ook wel behoorlijk rond. Er zwem je dus tussen. Maar goed, mag de pret niet drukken. Kijk, dat is mijn schatje. Daar. Even inzoomen. Die wordt ook nog wel een keer gelanceerd. Ja, of hij is te zwaar, hè? Nee. Oh nee hoor. Kijk. Oh, wat heeft die een pret. Er komt weer wat aan. Nou, tot later ze maar weer. Goedemorgen allemaal. Nou, echt een goede morgen, want het is, het is inmiddels 7:50. We zijn onderweg naar het vliegveld Alicante. Dus dat is nog zo'n 50 minuten rijden. Het huis is in spik en span. En het is nu al 28 graden. 28 graden buiten. We dachten vanmorgen, dan slaan we toch te zweten met inpakken. Nou ja, inpakken de laatste dingetjes. Maar het blijkt dan toch wel weer behoorlijk warm buiten te zijn. Dus, we zijn op weg naar Nederland. Nou, we hebben echt een fantastisch leuke vakantie gehad. Maar dat hebben jullie allemaal wel kunnen meemaken op de vlogs. Dus het is, dit is, hobbel hobbel. Dit is tevens de laatste vlog. Van deze vakantie? Deze vakantie, ja. Tenzij je... Nou, het gaat lekker. Hobbeltjes, ja. Tenzij we nog een leuke reis winnen of zo, hè. Dan willen we best wel weer gaan vloggen. Maar dus, of het gaat weer een jaar duren, hè. Dat kan ook, dat we weer gaan vloggen. We vloggen alleen als we op vakantie zijn, zeg maar. Dat kost ook echt heel veel tijd. Dat zien de mensen thuis niet, maar om een filmpje leuk te monteren, dan ben je wel even bezig. Dan nog uploaden en dan wordt het weer niet goed gekeurd door YouTube vanwege muziekrechten. Maar goed, het is allemaal gelukt. We hebben het geregeld met bonen. We hebben het geregeld met bonen van YouTube, ja, inderdaad. Nou, nog een klein stukje, schat. Ja. Nou, tot later maar weer.